Yes. Jo. Ja. 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 Oeh, zakje open houden, hè. Zakje open. Ja, voilà. Oké. Zeg, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Mama, we zijn plogging aan het doen. Plogging? Ja, plogging. Dat is eigenlijk jogging en... Pokka up. Pokka up. Tezamen. En wat is pokka up? Pokka up. Dat is Zweeds voor opruimen. Oprapen? Oprapen, ja. Oké, dus dat is eigenlijk een workout doen en de natuur opruimen tegelijk. Want soms is er nogal wat rotzooi hier zo, hè? Super! Wat een fantastisch idee. Wie zou daar nu op gekomen zijn? Je weet toch dat het in Zweden altijd zo proper is, hè? Ja. Nu weet je hoe het komt. Oké. Cool, die Zweden. Slimme gasten, die Zweden. En hoe lang moet je dat dan doen? Dus je moet eerst gedurende 3 minuten joggen, stappen of lopen. Oké. En daarna gedurende 2 minuten squats oprapen. Ah ja, want als je iets opraapt, dan ga je door je benen. En dat is een goede spierversterkende oefening. En dat doe je 3 keer na elkaar en dan heb je een kwartier. Oké, dus op een kwartier tijd heb je eigenlijk je volledige workout gedaan. Ja, niet zoveel, hè? Nee, dat is niet zoveel. Dat is eigenlijk weer eens een perfecte manier waarop iedereen eigenlijk zijn workout in zijn dagdagelijkse activiteiten kan integreren. En ondertussen wordt de natuur er ook nog een beetje mooier op. Is dat niet wel? En het past volledig in het plaatje van wat ik altijd vertel, namelijk dat je kort, krachtig en vooral met interval moet trainen. Zoals HIIT training. High intensity interval training. Dus, ja. Wat is dat eigenlijk? High intensity interval training is hoge intensiteit. Dat wil zeggen, goed buzzen geven. Interval wil zeggen wat wij nu doen. Stappen, stappen, stappen en dan stoppen en door de benen gaan. Of stoppen en een spierkrachtoefening doen. En dan terug opnieuw. En dan terug een beetje afremmen en iets anders doen. En, dan terug, en zo ga je eigenlijk je lichaam een beetje voor de gek houden. En, dan, en dat is in de wetenschap, is dat eigenlijk bekend als zijnde zo interessant en zo goed voor je gezondheid. Want je hart wordt er sterker van. Je kunt er makkelijker je kilootjes mee verliezen. Je uithouding verbetert. Je krijgt er tonnen energie door. Dus eigenlijk, zeg, die plogging, hè. Laten we allemaal ploggen. Let's. Hoe noem je dat dan? Plog. Let's plogging. Let's plogging. Hoe dan ook. Zullen wij onze tocht verder zetten? Ja. Alright. Dag. Ja, hier nog. Oh, dat is een hele vieze. Ja, alright. Dag.